Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe 150cc Gold Run. In deze aflevering gaan we de bananencup doen, met weer wat lekkere retro tracks en daar houden we natuurlijk van. Ik ben erg benieuwd in wat, of we weer die drie sterren kunnen halen. We beginnen met Dry Dry Desert van Double Dash. Let's fucking go. Niet mijn favoriete Double Dash track, maar ja, Double Dash was wel echt de beste game. Dus dan neem je het allemaal wel gewoon voor lief, want ik hou van Double Dash. De slipstream, dat deed pijn. Wordt hier een beetje met pokietunnels gezwaaid. Ik vind het wel jammer dat ze niet met nieuwe characters komen eigenlijk in de DLC die ze gepland hebben. Oh, dit water is nieuw, dat zat niet in de originele. Was dit gewoon een droog stukje land. Wat bij Dry Dry Desert best wel past, zeg maar. Weer word ik net op de eerste plek terwijl ik net de nummer 1 heb ingehaald. Beetje jammer dit. Hey. Is het Tanuki Mario? Moet even normaal doen. Hoor je dat, Tanuki Mario? Je moet gewoon normaal doen. Oké, laten we hier de dubbelblok pakken en dan hopen dat het een beetje wat is. Nou, deze kunnen we in ieder geval achter ons houden ter schuld. Want dat kunnen we wel gebruiken. Ik miste de mushroom. Heel jammer. Oké, let's go. Okay. Oké, ik was een beetje stil, maar ik moest een beetje concentreren, want we moeten natuurlijk wel eerste worden. Ik moet zeggen, we staan natuurlijk best wel goed voor. En we zijn eerste geworden, dus dat is belangrijk. Tanuki Mario 2, de eindelijke keer een nieuwe rivaal, want ik moet eigenlijk altijd tegen Dry Bowser of Koopa. Maar nu is het gewoon tijd voor zo'n nieuwe rivaal genaamd Tanuki Mario. We krijgen nu Donut Plains 3. Ik snap nooit dat ze deze remaken, dat is allemaal van die saaie tracks. En wat heeft het met donuts te maken? Zo, oké. Eerste bocht zeer goed, moet ik zeggen. Dit is altijd de wat trickiere bocht. Ik kwam er niet helemaal uit zoals ik wou, maar ik kwam er soort van uit. Hier springen de Monty Moles, als het goed is, ja. Yeah. Ik moet zeggen, dit had best wel een time trial ronde kunnen zijn. Dit was een best wel goede ronde, als ik zeg ik het zelf. Gelukkig niet tegen. Dit wordt spannend. Ah ja, daar was ik al bang voor dat het niet helemaal goed ging gaan.
goed ging gaan, dat was zeer goed Nederlands in. Oké. We hebben een soort beschermrondje van bananen. En nog een extra banaan om onszelf te beschermen. En zo'n blauw schildje zou heel kut zijn. Laatste bocht, denk ik, hè? Ja, laatste bocht. Nice thing. Allemaal even bananen nog neergelegd, zodat ze er nog lekker over kunnen vallen. En weer de eerste, zoals het hoort. Jazeker. Hoe deze serie verder gaat werken, is dat op het moment dat de nieuwe banen uit zijn en ik heb ze gedaan, zeg maar, en we moeten wachten op weer nieuwe banen, dat er dan gewoon, dat ik gewoon weer dit oppak op het moment dat de nieuwe banen er wel zijn, zeg maar. Ik bedoel, ik heb alles gepreorderd, dus ik ga de nieuwe banen sowieso krijgen. Kijk, wat mooie gebloesemde bomen. Ging niet goed. Kijk, nice. Oké. Nou, ze hebben de eerste ronde alweer voldaan. Zeer top. Kijk, dit vind ik dan wel weer een mooi geremake baan, want die is... Daar is origineel echt ook van. Maar dit is wel goed. Goed voor remake. Dit gaat niet helemaal goed. Oké. Oh. Hier moet ik eigenlijk snel vanaf. Ja, dat was dom. Muntjes, echt, dat moeten ze echt... Mocht er ooit een Mario Kart 9 komen, moeten ze muntjes er echt uit halen. Oh yo, Nando is Legend Arceus in. Ah, Blue Shell ook nog. En... Oké, deze Tanuki Mario die doet stoer. Die moeten we eens even helemaal kapot maken. Ik probeer eigenlijk in zijn splitstream te komen, maar dat lukt niet helemaal. Kan ik hem op me gooien? Nee, dat is er overheen. Ik wil iemand anders gaan raken. Dat betekent dat er nog iemand dichtbij is. Oké. Hier moet toch een rood schildje wat tussen zitten. Kom op. Ja. Twee zelfs. Nice. Oké. Kunnen we die als bescherming gebruiken? Nu hopen dat ze geen blauw schild gooien en dat ze gewoon normaal doen tegen me. Zo, nice. Oké, nice. We hebben weer gewonnen. Nog één voor de 3 star en dan zijn we tevreden. Ik ben sowieso tevreden als het goud is, want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling van deze serie. Donkey Kong Jungling. DK Mountain zit ook niet in deze game of wel, maar die zou ze ook nog kunnen remaken. Oh, dit is van Mario Kart 7 geloof ik. Ik kan me nog herinneren dat dit niet mijn favoriete baan was. Dalilaloo. Dali, dalidu, dalalilalu. Oh ja, dat is deze baan. Ja, nee, dit is niet mijn favoriete baan. Dit is niet mijn favoriete baaning. Wel, een grote gele bananing of gouden bananing. Hier, KMS, zo. Dat kan als je in de lucht bent. Neem hier altijd het lange stuk. Voor de zekerheid. Want ik weet dat als ik het korte stuk probeer, dat ik dan toch de afkomst inval.
Zo. En held ze vlot. Ja hoor, natuurlijk. En dan ook nog, nou, en ook nog geen item. Nu durft die vieze vuile Koopa. Ik ga je afmaken, vuile bitch. Die bananen hebben niet geholpen, Koopa. Hier, nu ga ik gewoon op skill ga ik langs je. Hier, rotte plot. Oké, wacht, ik heb een idee. Nee, dat was niet het idee. Kutzooi. Ik ga hem naar achter gooien, maar dat deed hij niet. Ik dacht die bom gewoon op die koepers te smoel, maar viel niet mee. Die bongo's, hotspot, weg ermee. Froggy. Kut. Oh, dit zijn echt helemaal geen handige... Wow, wat? Helemaal geen handige items als je eerste bent. Heb je Tanuki hoor. Hier, ga op skill ga ik gewoon langs je Tanuki. Weg ermee. Oké, hij heeft de splitstream. Geef me een goede item. Dit zijn geen goede items. Ik moet hem nu proberen. Ja, zie je, dacht ik al. Ik moest het proberen om te kunnen halen. Ik ga er nog voorbij. Hij is er ook ingevallen. Heel ziek. Lekker voor je, Tanuki Mario. Vuile bitch. Oh, nice. Oké, weer de 3 sterren Gold Cup. Hotse flotse. We hebben hier de Banana Cup. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag weer bij een volgende aflevering van de Mario Kart 8 Deluxe. 150cc Gold Run. Hey, het ging best wel goed. Adios, amigos.